We liepen over de brug. En ergens ver weg hoorde ik een trein. Ik zag lichtjes in huizen. Er waren nog mensen wakker. De champagne had ik meegenomen. En ik keek telkens naar het zwarte asfalt als ik het steentje verder trapte. Misschien hadden we die trein wel moeten pakken. Maar we liepen naar mijn huis. Hij heeft heel goed tegen kater, wist je dat? Wist je dat? Het is een grapje. Het is een grapje. Ik word ineens heel verdrietig. Ja. Verdomme. Nou, kom. Aansteller, kom. S'nachts bestaan alleen contouren en namen zijn niet belangrijk. We hebben zo'n ding nodig. Een huis bedoel ik. Het lijkt wel een huis. Nou, kies maar een naam. Dan bel ik aan en dan leg ik wel uit dat we een kopje thee komen drinken of zo. Céline. Mooie naam. Wel maar aan. Ja. Wordt die arme Céline wakker? Nou, bel toch maar aan. Durf je het niet? Nee, is niet thuis. Nee? Nee. Nou, misschien zit ze wel op de stoep voor haar huis met die jongen die haar naam vergeten is. Ja, zo heet je natuurlijk. Céline. Zo toevallig. Gaan we nog naar binnen? Wat zeg je? Gaan we nog naar binnen? Wel. Straks. Namen zijn niet belangrijk. Principes tellen alleen overdag. Wat rest is de moraal. Maar moraal is voor de schemering. 'S Nachts lijkt iedereen de ware, toch? Nou, sluit het kwijt. Laat mij maar, ik wist waar thuis zit. Laat mij nou. Nee, maar ik heb hem bij. Ik wist waar thuis zit. Kan ook naar mij? Nee, joh. We konden ook naar zijn huis. Misschien had hij me over een paar uur voorgelezen uit de zaterdagkrant. Sjuf voor me geperst. De wereld is vol beloftes als je niet kiest. Hé, vertel eens. Wat? Daarnet was je nog zo vrolijk. En nu... Ja, nu lijk je wel... Ja, niet meer zo vrolijk. Ik ben nog van die pepertjes. Ik vind het helemaal niet zo heel heet.
Nee. Moet je nou echt huilen? Nee. Ja, wel. Wel. Oké, dan wel. Mijn godwereld. Ja. Zoiets. Bang, denk ik. Waarvoor? Voor niks. Aan het eind van de rit wacht altijd een drama of intens geluk. Ik zat er maar te peinzen over slapen in bedden en zitten op stoepjes. Maakt het werkelijk uit wat je kiest? Kom maar mee naar binnen. Ga mee naar binnen. Nee. Dat wil je niet. Dan je haastig omdraaien en hem achterna lopen. Rennen om te krijgen wat ik wil. Hij liep via de pepertjes. Wat deed ik op de brug? Rennen om hem in te halen en te zeggen wacht. Wacht omdat ik altijd pas op het laatste moment weet wat ik wil. Maar nu weet ik het. Ik kan het nooit meteen zeggen. Maar ik ben eruit. En dan komt het besef. Ik ben te laat.